zit voor het beeldscherm. Je kan overal op tikken. Ja. Maar het lijkt wel een beetje af, hè? Ja. Ja, vind ik ook. 1, 2, 3. Het was feest vandaag in IJsselmuiden, want alle kinderen kregen een iPad. 62 exemplaren in totaal. Maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. Het aantal leerlingen is door de invoering van de iPads dramatisch gedaald. Vorig jaar zaten er nog 94 kinderen op de school. En dat zijn er nu nog maar 62. Dat was ingecalculeerd. We wisten van tevoren dat er uiteraard ook mensen zouden zeggen... nee, dit zien we niet zitten, dit gaan we vertrekken. Aan de andere kant is het ook zo, we verwachten dat er ook mensen zijn die zeggen van... nou, we willen eerst wel eens eventjes zien hoe het allemaal draait. En wij gaan ook laten zien als school zijnde dat het gewoon een ontzettend goed concept is. Heeft u er zelf ook over gedacht om de kinderen van school af te halen? Ja, ik heb nog één zoon erop zitten. Ja, we hebben er wel over nagedacht. Maar mijn zoon wou zelf niet. Ik wil heel graag op deze school blijven. En we geven het de kans. Ja. Ja. Ik denk dat het ook lastig is in een dorp als IJsselmuiden om iets nieuws te starten. De eerste Steve Jobs school van de provincie. Het is nog niet meteen een gigantisch succes. Hoewel de kinderen echt helemaal niks anders meer willen.